Laurens de Bok, welkom bij Ado Den Haag, gehuurd van Leeds United met een optie tot koop. Hoe is het om hier te zijn? Ja, dankjewel. Ik ben blij van hier te zijn. Het is een beetje dichter bij huis, wat toch wel mijn bedoeling was. Ik ben aangenaam verrast van alles hier. Het is mooi professioneel en een mooi stadion en zo. En ik heb ook al veel goede dingen gehoord van de supporters en zo. Dus ja, ik ben wel blij om hier te zijn. Wat heb je gehoord over de supporters dan? Ja, dat ze een beetje hevig zijn, dat vind ik wel leuk. Mijn vorige club heeft ook altijd wel hevige supporters gehad, dus dat is wel leuk. Ja. Hoe is jouw overstap naar Den Haag tot stand gekomen? Ik was in Sunderland nu de afgelopen 6 maanden. Ik was toch een beetje moeite met de afstand, omdat ik daar alleen was zonder mijn familie. Dus ja, had ik besloten dat ik een beetje dichter bij huis wou. En dan had de trainer van Sunderland had me al gezegd dat de trainer hier hem gebeld had. Een beetje informatie over mij. En dan na het nieuwjaar is het eigenlijk allemaal snel gegaan. Heb ik contact gehad met sportief directeur. En dan een beetje gebabbeld, de trainer gesproken. En dan was ik wel overtuigd. Ja. Wat sprak jou aan het verhaal? Ja, gewoon ook dat de eredivisie en dat de trainer een beetje nieuwe wind door de club wou laten waaien. En dat hij vertrouwen in had dat de resultaten beter gingen worden. En ik had dan ook met Lex gesproken en die zei ook dat de resultaten gingen verbeteren. En dat hij er een heel goed gevoel bij had. Dus sprak me dan wel aan en heb ik toch de keuze gemaakt. Ja. Je bent een linksachter die ook in het centrum van de defensie kan spelen. Wat kunnen de fans van jou verwachten? Ja, vooral ja, veel strijd. En ik ben wel een echte verdediger die ook af en toe wel mee naar voren gaat. Maar eerder een verdediger dan aanvaller, zal ik zeggen. Ja. Je hebt veel ervaring. Je hebt onder meer in de Champions League gespeeld en al meer dan 300 wedstrijden in het betaalde voetbal. Ja, dat klopt. Ik ben redelijk vroeg begonnen met spelen. En dat is altijd leuk om te kunnen zeggen dat je al een beetje ervaring hebt. En het is ook zo. En ja, het is mooi. Ja. Ado Den Haag heeft het best wel moeilijk dit seizoen tot nu toe. Zondag een hele belangrijke wedstrijd tegen de laatste plek, RKC. Hoe leef jij toen naar die wedstrijd? Ja, ik moet zeggen, ik heb niet zo echt gevolgd de eerste helft van het seizoen. Maar ik heb nu een beetje formatie opgedaan. En ik denk dat het wel een belangrijke wedstrijd is die we... Ja, goed moeten aanvatten en moeten proberen winnen, ook voor de rest van het seizoen een beetje vertrouwen uit te halen. Ik heb de jongens nog niet ontmoet, dus maar ik denk alvast een goed gevoel bij. Staat Laurens de Bok al binnen de lijnen zondag? Dat weet ik niet. Dus dat valt nog af te wachten en valt ook een beslissing aan de trainer ook. Ja. Welkom nogmaals en dankjewel. Dankjewel.